Het is tijd voor de stellingen. We gaan gewoon gelijk doorpakken. De eerste stelling luidt: Tottenham Hotspur is geen club waarvoor aan de slot Feyenoord moet opgeven. Zeker. Ja, zoals ik net al zei, ze staan nu 8e. Tuurlijk kan je misschien een veelvoud verdienen van wat je bij Feyenoord krijgt. Alhoewel hij een riant salaris in het vooruitzicht krijgt. Maar nee, ik zag gewoon met Feyenoord de Champions League ingaan als City. En ze hebben City nodig, hè, Feyenoord. Als City kampioen wordt, is wat zal zijn. En de Champions League pakt, dan komt Feyenoord in pot 1. Kan ze wellicht alleen maar voordeel opleveren. Natuurlijk heb je ook zware tegenstanders in pot 2 en 3. Maar nee, ik zou, als ik hem was, gewoon lekker in Rotterdam blijven trainen en Zwolle blijven wonen. En met Feyenoord de strijd aangaan. Waarom? Waarom is Tottenham dan niet de ploeg waarvoor je weggaat? Op zich. Want is het niet juist een mooie uitdaging? Eigenlijk wel. Is het niet eigenlijk exact dezelfde uitdaging als dat met Feyenoord was? Eigenlijk wel. Ja, alleen ik vind dat waarom eerst, dan niet? Ik vind dat hij eerst moet proeven in de Champions League hoe dat is. En misschien daarna weggaan. Want weet je, daarna weggaan kan alsnog. 6 wedstrijden? Ja. Misschien blijft het 6, misschien wordt het er 8. Net als wat Ajax vaak heeft. Ik denk dat Tottenham moet gaan, man. Ja? Heung-min Son, Harry Kane. Harry Kane scoort 28 keer en staat 8e. En dan? Ja, ja, daar, en nu? Geen Europees voetbal. Daar kan je toch wel voortborduren? Kan je toch iets moois van maken? Dat is, bij dan, dat, dat is waar dan. Gaat er nu naartoe dan? En dan geen Europees voetbal? Koop die. Boom. Koopt hij Richarlison? Nee. Scoort hij 1 keer in het seizoen? Ja, maar Richarlison, dat is gewoon. Mismatch. Hij is gewoon in dit aan het doen, die volgende dan. Mismatch. Franje van Plassen. Ja, oh ja. Weet je, Heung-min Son en Harry Kane. Ja, zoals Pochettino deed, hij liet ze werken. Ja, klopt. Had een tweede geworden. Ik denk dat hij de beste is voor Tottenham. Misschien niet de beste, maar wel een hele toegevoegde waarde. De beste van degene die zijn overgebleven, want er zijn ook al een aantal kandidaten afgevallen. Nagelsmann is geen Tottenham trainer. Nee, dat denk ik ook niet. Oh, ja, ik denk dat ik bij Feyenoord moet blijven, maar jij vindt het een uitdaging voor hem. Ja, ik vind het een leuke aardigstap voor Aarde. Oké. Maar er zijn al zoveel trainers daar mislukt. Ja, waarom zou het hem wel lukken? Waarom zou hij het niet kunnen? Die vraag je ook stellen, maar ook op een positieve manier. Het kan toch ook? Het kan, maar ja. is het de juiste keuze? Waarom niet? Ik vind het wel interessant. Waarom stellen vanuit de gifbeker? Ja, toch? Laat maar zien als je een trainer bent. Je bent een trainer voor reden geworden, toch? Laat maar zien dat je met iedereen kan omgaan hoe diegene is. Maakt niet uit. Maar hij heeft nu bij Feyenoord wel echt iets neergezet. Waar hij van het begin af aan bij betrokken was. Samen naartoe gewerkt. Dat denk ik. Die stelling. Tottenham Hotspur is geen club waarvoor Arne Slot Feyenoord moet opgeven. Dan zou ik zeggen oneens. Want Tottenham Hotspur. Ja. Ze hebben een slecht seizoen gehad, maar prima club. Ondanks dat ze Ajax hebben uitgeschakeld. Maar Arne Slot, ik denk niet dat hij gaat. Ik denk echt dat hij deze rit wil uitzingen met Feyenoord. En kijken, de sky is the limit. Ja. En wat als het als een kaart thuis instort volgend seizoen? Ja, vervelend, maar dan vindt hij vast wel een andere club. Want hij heeft echt wel bewezen dat het gewoon een hele goede trainer is. Ja, maar als je dan als kaart thuis instort, dan zegt dat ook weer wat, toch? Maakt dat het dan niet moeilijk? Ja, is net als die one in a lifetime chance. Ja. Maar ik denk niet dat Spurs een one in a lifetime chance is. Dus ik denk dat als Arne verder gaat op dat pad wat hij is ingegaan met Feyenoord, dat er echt nog grotere clubs voor hem in de rij gaan komen staan. Grote clubs? Ja, en los van grotere clubs. Ik vind ook niet. Ik zei het al, toen dacht ik. Wat is de visie? Wat is de visie van Tottenham? Visie, die hebben ze dus niet. Nee, daarom. Ja, dat waar, ja, dus ja, ik zou wel zo opvoerbaar daar niet tegen. Ja, maar waarom is dat nu opeens een probleem? Wat was de visie van Feyenoord? Ja, precies. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen. Nee, maar wat was de visie van Feyenoord? Die waren ze aan het ontwikkelen. Oh, nee. Ja, nu opeens wel. Die waren ze aan het ontwikkelen niet. Dat is wat gedaan. Ik zeg alleen, moet je nu naar een club toe gaan waar al zoveel trainers zijn mislukt, wat geen heldere visie heeft? En daarom ben je toch trainer? Je komt weer bij jongens, nieuw stadion. Maar wat wordt zijn invloed? Dat heeft Ten Hag toch ook gedaan bij United? Eens, maar wat wordt zijn invloed dan? Dan moet hij eerst naartoe gaan. Hè? Maar waarom was voor Ten Hag dan Menu wel een goede stap en Tottenham voor Slot niet? Ja. Ik heb niet gezegd dat het een goede stap was. Oh. Ik zeg alleen dat. Je speelt devil's advocate. Nee. Ik zeg niet. Je wilt iets. Nee, Ten Hag heb ik het over. Dat vond jij een hele goede stap. Ik heb nog nooit een goede stap gevonden. Nee, haal de beelden maar erbij.
Of de appjes. Nee, haal de beelden maar niet. Jij vond Erik ten Hag naar Menu geen goede stap? Nee. Nee, dat heb ik ook duidelijk gezegd. Ik vond nou moeten we even terugzoeken. Ik weet het niet meer. Maar los daarvan. Ten Hag doet het nu goed. En dat moet je ook omarmen. Ja. En heeft een duidelijke visie en structuur. Ik zeg alleen, dat is wie ik ben. Ik vind dat Tottenham geen visie heeft. Ja, dus waar zou hij naartoe? Nee, bro, maar een visie gaat niet alleen met je niveau. Maar Feyenoord had ook geen visie. Een visie kan ook zijn op hoger niveau. Dus op waar wil de organisatie naartoe? Ja, maar precies. Waar wil de club naartoe? Wat is het iets van United dan? Altijd geweest. Nee, maar hoezo Ajax dan? Ik heb het over Tottenham. Ja, ik stel je gewoon een vraag. Wat voor vraag stel je? Wat is de visie van United? Die ken ik niet. Ik zeg alleen, Ten Hag heeft wel de ruimte gekregen, want dat zie ik nu. Ja. Dat hij zijn visie qua trainersperspectief kan neerzetten. Dat hij de randvoorwaarden kan ontwikkelen die zijn team nodig heeft om te groeien. Oké, dan heb ik de volgende vraag. Als Slot de keuze maakt om die stap te zetten, denk je dan dat hij dat niet geëist heeft? Wie Slot? Ja, Slot kennende. Ik ken hem niet, maar... Wat denk je dat hij bij Feyenoord heeft gedaan? Want Feyenoord was een visieloze club. Klopt. En hij is gekomen en er is visie gekomen. Klopt. Nogmaals, de grootte van de club Tottenham en het mijlveld van mensen die daar in de organisatie zitten. Zelf Conte kan daar niet slagen. En Conte is geen... Mr. Nee. Maar niet elke trainer kan een knuppel in het hoendoek gooien, toch? Wat zeg je? Niet elke trainer kan een knuppel in het hoendok gooien, toch? Ja, en dat was waarschijnlijk bij Conte een beetje het probleem. Conte, ik denk dat hij een bepaald niveau was gewend met Chelsea en Inter. Dat heeft hij ook aangegeven in zijn rant, dat het geen profclub is. Nee. Dat ze amateurs zijn. En als je dat, als ik alleen maar die rant van Conte voor me hoor, dan denk ik wel van, yo, ga niet naar Spurs, don't do it. Je gaat echt verzuipen daar. Ja, ik weet alleen dat ik kan geen visie van hem vinden. Oké. Dus Whitehart Lane we hebben een beetje verdeelde tafel. Ik verdween uit mijn eigen visie. Want waar staan ze voor? We hebben een beetje volgens mij wel. Een tafel die verdeeld is. Wat betreft deze stelling. Ja, dat is een mooie stelling. Maar alleen jouw antwoord, en jij vindt het wel dat hij moet doen. Volgens mij. Ik zie Slot wel daar bouwen. Ja. Ik denk dat Tottenham ook wel bereid is. Maar ik denk dat Tottenham nu ook wel bereid is om dat te doen. Want ik denk dat dit seizoen voor hun echt wel de reality check is. Ja, dat ze wel moeten. Willen ze wat? Ik bedoel, City is een groot voorbeeld. Tja. Het is tijd geven. Met wat tijd geven kan doen. Ja. Ik denk dat dit seizoen, juist voor een club als Tottenham, ook zien dat helemaal als City nu ook nog die CL pakt, dat ze zien van tijd geven is belangrijk. Ja. Tja. Ik zou het niet doen. Next stelling. Oh, sorry. Newcastle United is niet rijp genoeg voor de Champions League, ondanks de hoge klassering in de Premier League. Dat ben ik geweest, ja. Ik vond hem interessant. Ik love Newcastle United. Ja, ik ook, maar... Echt een fijn clubje. En er komt natuurlijk nog een hele zomer aan. En je weet niet wat ze nog gaan doen, hoe ze nog gaan bouwen. En als je al kijkt... Maar ik heb geen flauw idee, maar op zich, als je kijkt naar dit team, dan wil ik ze ook gewoon vers zien komen. En waarom zouden ze niet... Als je zeg maar aan kijkt naar Newcastle. Kijk wat er allemaal rondloopt in de Champions League. Wat loopt er rond in de Champions League? Qua teams. Feyenoord. Ja. Hoe kan je dat? Dan moet Newcastle kunnen dansen daar. Ik zie het gewoon niet zitten. Maar wat bedoel je dan met niet rijk genoeg? Hebben ze niet genoeg ervaring? Ze hebben sowieso niet genoeg ervaring. Ik denk dat ze gewoon lekker zeg maar op vakantie gaan. Nee, Feyenoord ook niet. 4-5 wedstrijden. Dat is het gewoon. Lekker die 6 wedstrijden de bal en dan gaan ze weer eruit. Ja, maar ik vind wel dat ze het afgelopen seizoen een soort van gerichte aankopen hebben gedaan. En iedereen dacht van ze hebben nu geld. Saudi geld, ze gaan gek smijten. Ze hebben heel goed gekeken. Tuurlijk hebben ze gesmeten met Botman en met Isaac, maar ik vind het nog wel een soort van binnen de perken. En ik vind ze ook echt boven verwachting doen. En inderdaad, ze zijn ook gewoon groeiers erbij zitten. Eddie Howe heeft het goed voor elkaar. Eddie goed op de rit, maar in Champions League... Ik ben het helemaal altijd met je eens, maar dit doet me een beetje pijn, man. Niet rijp genoeg. Je moet ook rijpen in die competitie. Hè, en dan zie je eruit. Nee, ik denk dat je er verbaasd kan staan over wat Newcastle kan doen. Ja, we gaan het zien. Ik ben het er niet mee eens. Ik ben het niet eens met de stelling. Geef ze gewoon een kans. Maar en ook wat waarom? Wat is kans?
Dat ze gewoon, dat ze dat wel checken. Ja man. En ook met het oog met de spelers die ze ook nog willen aantrekken. Ze zijn ook bezig met de beste Braziliaanse talenten. Ja, maar sorry. Wist je dat? Dat heb ik ook al. Daar komt Gio. Ik ben hem echt zat. Hij is een verrekte Braziliaanse talenten. Anjo Gabriel. Ja, precies. Die komt, die jongen komt uit Rio de Janeiro. Ja. Die wordt elke dag wakker in een korte broek. Maar dat maakt niet uit. Daar zit een gedachte achter. Ja, die jongen wordt wakker met korte broek. Die spreekt geen woord Engels. Nee, maar nog eens. Ga naar een plek, Newcastle. Nee, maar dat is gewoon net als met Alvarez. Alvarez was ook al in zijn competitie de sterren van Heemans spelen. Maar City had hem al gericht gehaald. Ja, natuurlijk. Ik heb hem ook toen een aantal shows, anderhalf jaar geleden, gepresenteerd. Ja, City haalt hem. Maar we zien het anders, hè? Newcastle krijgt fantastisch. Ik denk dat ze je echt gewoon vergissen in wat ze nu al hebben. Ja. Wat ze nu al hebben. Moet ook met ze gunstig loten ook echt genoeg zijn om door die groepsfase te komen. Milan, Inter, Benfica en Napoli stonden in de knock-out fase. Dan denk je dat Newcastle United kampioen van Italië. Benfica. Ja, daarom slikte ik die Napoli al in. Ja, inslikken. Inter. Geweldige ploeg. 100%. Vind je? You're losing me right now, man. Inter is geen geweldige ploeg. Is niet beter dan Newcastle United. Lange stilte, man. Ik weet niet hoor, ik denk dat het Newcastle. Oh, maar het is kleine marge kan van Inter. Heb je genoeg wedstrijden van Newcastle gekeken? Als ze zeg maar echt op stoom zijn. Ja. Niet die rare verliespunten die ze hebben, maar. Ze kunnen wel altijd goed een doel hadden. Ja, ik kijk heel veel Premier League hoor, ik heb ook Viaplay. Ik denk dat je Newcastle echt tekort doet. Zeker als je ziet waar ze vandaan zijn gekomen in een betrekkelijk korte tijd. Hun groeikurve is gigantisch. Ja, ik ben het zeker met je eens. Maar jij zegt eigenlijk tegen mij dat Newcastle, zeg maar als dan. Newcastle. In een plaats van Inter, finale zouden spelen, zou er geen andere dynamiek zijn. Oh, dat zei ik niet. Maar nu leg je mijn woorden in. Nee, Ik tafel van vandaag, hè? Ja, die tafel is gevreemd, man. Je wordt gevreemd. Wat? Ik zeg, je wordt gevreemd vandaag aan deze tafel. Deze tafel is hoog, man. Dat jij zegt dat Newcastle bijna of net zo goed is als Inter. Want die was. Ik weet het niet, maar. Die vibe. Maar dat is wat ik zeg, ja. Maar dat heeft fantastisch te maken dat als Newcastle nu de plek zou innemen van Inter in die finale. Dat vraag ik je. Dat zou jij geen verschil maken in teams dan. Want jij dat is toch een hele andere speelstijl. Die twee dingen kan je niet met elkaar vergelijken. Ik denk dat ze echt veel kans hebben om ver te komen in de Champions League. Net zoals hoe Inter dat al heeft bewezen. Dat is mijn voorbeeld dat ik je geef. Ik denk niet dat Inter Newcastle United Inter gaat verslaan. Als ze ooit tegen elkaar zouden spelen. Okay. Ik wou nu echt dat ze wel elkaar in de pool komen. Als dat gebeurt, dan weten we op de tafel. Dan komen jullie terug, hè? Dan komen jullie terug, hè? Dan gaan we het aan tafel bespreken. We gaan 3 stellingen maar doen vandaag. Die volgende gaan we skippen. En we gaan naar deze. Dank jullie wel. ik zag Ancelotti. Ja, maar ik bedoel. Ja, Rudiger is een blunder geweest van Ancelotti. Dus daar waren we het over eens. Stelling toch? Ja. Door Ronald Koeman kiest Jeremy Frimpong straks voor Ghana. Hey, the disrespect is mad real. Ja, disrespect is mad real. On God, no cap. Ik snap niet hoe Ronald Koeman selecteert. Wij als Nederlanders willen graag opvallend voetbal spelen. Lekkere backs. Je hebt er lekker eroverheen met zijn rechts buiten en links buiten. Lekker voetballen. En dan heb je een back die alles kan. Snel. Hij kan medium verdedigen. Hij kan voorzetten geven. Hij kan goals maken. Dat heeft hij al bewezen. Hij heeft zachte voeten. Zachte voeten? En moet even explainen voor Danielle. Zachte voeten. Best je even harde voeten. Hij heeft zachte voeten. Zeg maar. Ze zaten al op één. Ja, ze waren er. Ze zijn weer terug. Ze was net wachten. Ik vind het gewoon interessant. Al zet je die maar rechts buiten. Al pas je je formatie aan op hem. Nu hoeft mij het over het einde. Maar toch, het is een serieuze vraag, hè. Niet om grappig te doen, maar jij hebt Ghanese roots. Zeker. Zijn er iets van geruchten dat er iets is met de bond, dat hij in gesprek is of wat dan ook? Nee. Ik denk dat het gewoon, omdat hij zo duidelijk
voor het NR hebben gekozen. Ja. Dat ze niet eens proberen. Nee, oké. Okay. Maar zij is wel zelf de eerste stap moeten zetten. Ja. Maar nu zou je toch als Bond proberen ertussen te komen? Hij zit nu natuurlijk bij Jong. Ze gaan een EK spelen binnenkort in Georgië en Roemenië. Mm-hmm. Kenny Tete die ging laatst even los als in... Het heeft gewerkt. Ik zit in de voorselectie, er wordt met mijn balletjes gespeeld en daarna hoor ik niks. Koeman zei dat hij hem niet ging bellen, maar hij zit er nu wel bij. Ja, dus je moet gewoon je mond open doen en dan ga je spelen. Maar dat kan niet. Die kan niet zo als Bond wilt kiezen. Altijd als ik een voorzet, zie ik mezelf, omdat hij naar de media gaat, zit hij erbij. Ja. Dat begrijp ik niet. Dan heb je Dumfries, goed WK gespeeld, prima, maar ik mis gewoon die Michael Rijver vibes, die, weet je, die lippen langs de lijn trillen van hé, ik ben er voor. Ik mis die van ja man. Dumfries denk ik van mezelf, maar die actie moet je ook gewoon maken. Je staat er. Ja. En dat heb ik niet met... Terwijl je hebt een fantastische back. Ja. Hij creëert extra opties. Dat is echt schandalig. Ja. Multifunctioneel. Oh, even tussendoor, hoe oud ben je op die foto? Zelfde jaar. Ik denk dat het hetzelfde jaar is. Nee! Ja, nee. Maar 29 is wel echt. Ja. Nee, je hebt echt een been niet geweest. Klopt. Heb je bril? Nee, zeg alleen. Kijk dan, dit kan ook een jongetje van 18 zijn. Eerlijk. Kijk objectief. Naar Pearl, waar wil je naartoe? We moeten even een testje doen. Ja, dat is even. Jongen. Babyface. 18, 19. Heb je broers of zussen? 4. Nou, dat zou je niet zeggen hoor. Hoe zijn die ouder? Ja. Nee, sorry. Nu moet ik dichterbij kijken. Nee. Het is oké. We gaan morgen echt naar Hans. We gaan echt naar Hans anders. Nee, maar Richard weet het, jij kent me al lang. Ik ken je lang, man. Ik word vaak jonger geschat, man. Echt fijn. Ja, maar 10 jaar is wel heftig. Eens. Vol één door de stelling, het is echt schandalig. Ik denk dat iedereen eens is. Ja, sowieso. We moeten alsof een charme-offensief beginnen. Oké, dan gaan we met deze gaan we hem eindigen. Het is duidelijk, Ronald, roep Frimpong op. Alsjeblieft. Nu. Jeremy Frimpong, roep hem alsjeblieft. Op. Misschien moet ze Engels praten dat hij dan wel komt. Ja, misschien wel. Hè. Maar dat ga ik niet doen. Nee, het is oké. Je wilde nee, 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 zeker niet. Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Ik heb je rug. Het is een valse taal. Je moet echt oppassen dat je niet gepleegd wordt. Je lijkt bijna op de politiek. Oké, we gaan straks iemand zijn gesprek zoeken hoor. We gaan hem eindigen. Real voor het eerst in de hoek waar de klappen vallen. Nee, is zo'n slechte TikTok waarschijnlijk. First time? Yeah, you? No, not my first time. Ik ben één van die TikToks. Nee. Ik ga het even aanvechten. Gaat het afkappen? Ja, ik ga het even aanvechten.